Ben ik weer al fucking crewmate, zodat ik direct weer gekillt ga worden? Ja, ik wou het zo gezegd. Ah. Waar? Electrical. Ik heb één vraag voor een specifiek iemand. Toen dat de reactors afgingen... Kjell. Gaat het over... Hoezo? Ja. Kwam jij uit security? Security? Ik zat in electrical. Maar dat is niet waar, jij kwam helemaal niet van beneden. Lucas is ook doodgegaan. Ja, maar niemand heeft Lucas gevonden. Niemand heeft gevonden. Dus Lucas boeit niet. Ik ben aan de dood om te zeggen, fuck off, glitchy. En zelfs dan nog, je zat in electrical. Daar heb ik letterlijk het body gevonden, jongen. Dag, Kjell. Sorry, Kjell, sorry. Waarom is er altijd één iemand die op mij stemt? Oh, ik vind het wel tijd voor Lucas. Hij wordt gewoon helemaal vergeten, die man. Oh, de big side. Oh, ik ben hier zo verschrikkelijk slecht in, maat. Hallo. Holy fuck, ik ben echt boos. Aha. Eindelijk. Dat duurde echt veel langer dan nodig was, holy shit. Ik krijg nog veel tas. Ja, eigenlijk wel. Ja, ik moet alles nog in electrical doen. Oh. Bleek kinda sus. Iemand is met mijn kloten aan het spelen. Ik kan eens kijken wat er iets te zien is op cams. Oeh. Het is Niels. Oké, waarom? Ik ben samen met Simon en Niels in Reactor binnen gegaan. Ja. En ik kwam buiten samen met Niels en toen... Jij, Wouter, jij komt daar toen ook aan. Ik was eerder buiten dan u. Wat zit er tussen even? Nee, ik was eerder buiten dan jij. Ja, ik zat al in electrical. Ik heb Gletscher gepasseerd. Je was echt nog niet in electrical, hè. Ja, Gletscher, ik heb je toch gepasseerd? Geen idee. Ah, wacht, ik heb een beter idee. Waar is het body gevonden? Van boven in reactor en ik heb van onder in reactor gedaan. En Niels is ook van boven in reactor gedaan. Goed, dat fixen. Oh, maar ik dacht dat het echt easy was dat Pieter Pan was, maar hetgeen is, er is daar een vent. Kut! Dus zeg jij het? Ja, het is Niels. Oké. Ja, sorry, Simon. Die man springt uit een vent en is ermee weggekomen. Ik ren naar die emergency pad en die cold reactor vlak voor mijn neus en dood vlak naast de emergency button. Een wereld geen fucking imposter. Als ik gewoon één keer imposter zijn. Zo moeilijk. Zo moeilijk. Kijk aan de navigation, dat is tenminste een beetje leuk. Oh, nice. Waar op zich lights, I don't... My disappointment is immeasurable. And my day is ruined. Eindelijk! Ja! Oké, ik ga eerst voor Bleekje. Die man moet wat meer zijn bek houden. Holy fuck. Oké, waar is Bleekje? Waar is Bleekje? Ik ga gewoon voor Bleekje. Ah, hier. Gletscher, wat deed je in electrical? Ik zweer het. Ik kwam daar aan in electrical en ik heb direct gereport. Ik zweer het, ik was daar niet. Ik kwam bijna je keer terug naar die body. Maar het ding was, die was door iemand anders gekild. Ik zweer het. En die had een gevent, maar ik weet niet meer wie dat was. Het was een blauwe tint. Wat? Ik heb wel beter in dat in electrical zien toen ik daar wegging, maar... Ah. De rest, ik heb er ook niet... Ik heb alleen maar Gletscher gezien, ja. In zo'n situatie zou ik ook niet weten hoe ik mij zou moeten... Ja, maar ja, wat de fuck gebeurt er? Oh ja, dat is letterlijk... Hij komt aan met... Dat is net zoals in het begin van Assassin's Creed Unity. Die ene dude wordt zo neergeknald. De dader loopt weg. Ik blijf staan uit shock en ik word beschuldigd. Nice. Oké, dus op wie gaan voten? Ah, Wouter. Maar nee. Lichtblauw of donkerblauw dat je zag? Wouter gewoon... Ding donkerblauw. Wouter, zware sus. Donkerblauw gaat niet, man, want hij was helemaal... Ah, wat zei ik? Lichtblauw, ding. Ik weet het eigenlijk niet. Ik heb lichtblauw ook daarvoor in electrical gezien met
Pieter, dus. Oké, maar ik zweer het u, blijf dan met mij. Ik ga gewoon skip fout en je ziet, ik ga heel de tijd als doen. Eigen de laatste 30. Peter, uw woord. Ik ben inderdaad in elektro, maar ik ben er vlak daarna uitgegaan. Dus dat moet een ventkill geweest zijn. Oké. Want ik heb iemand nog gepasseerd, maar ik weet niet meer wie. Ah ja. Holy fuck. Hoe ben ik mij hier uitgepraat? Holy shit, Peter heeft mij zo hard gesaved. Gestoord. Oké, goed. Ik weet niet of deze slim was. Ja. Bruh. Ik kan je conform met de Sledger. Oké. Waarom uw beschuldiging? Ik heb letterlijk van boven dat ene gefixt samen met hem. Jij liep samen naar daar. Samen met hem gingen jullie weg uit mijn zicht. Ik waar ligt het body zelfs, mens? Jij kwam van komst. En ik kwam nu... van navigation. Dus ik weet niet waar je over praat. Nu in shield en heb je hem vermoord in commands. Daar juist werd je ook beschuldigd. Dus sorry, je ligt er nu echt uit. Bro, ik vind het gewoon. Jij het te zeggen. Jij zei het. Ja, dat is, zo kan ik het ook doen, hè? Dat zou de imposter alleen maar doen, volgens mij. Peter, mag ik even uw mening? Ik was aan de linkerkant. En we hebben de imposter eruit. Bedankt. Nee, ik denk dat op fuck! Ja, ik heb u gehoord, dus. Oké. Ik denk dat Peter het wel... Ben ik gemute? Ik denk dat Peter het wel kan afmaken. Omdat Niels voor geen enig idee door heeft dat Peter... Die heeft zo hard in zijn hoofd gestoken dat Peter niet is. Ik weet niet waar die Niels doet, maar ik kan wel zwaar grief. Waar is die hoer? Aha, hier. Oké. Ik denk eigenlijk Peter wel. Sorry, maar... Want waarom zou Niels zijn teammates report... Allee, zo... Stem gewoon op Peter, man. Ik weet geen idee. Ik heb ook... Nu weet ik niet op wie ik moet stemmen. What the fuck? Bruh. Fuck! Ik mis dit van Electric. Shit! Dat moet je gewoon elke keer doen. Wouter. Ja. Kiel had je beschuldigd van een kill in Electrical die je niet eens hebt gemaakt, maar toch was hij een poster.